Doen. We zeggen goedemorgen tegen Ruben Karsten van Kunstlinie in Almere. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer maandag. En heb je een leuk weekend gehad trouwens? Ja, heerlijk. We hebben lekker mooie voorstellingen weer gehad. Dus altijd fijn. En jullie hebben sinds een week de cast van Les Miserables binnen. Hoe gaat het daarbij? Heel goed. Gisteren mocht ik heel even meeluisteren op de gang. En waren ze de hele voorstelling al doorzingen. Nou, je moet je voorstellen, 33 man cast. Alleen al met een piano klonk het echt kippenvel. Mm-hmm. Zoals je straks het orkest bijkomt. Ja, als de zitsprobe er is, dat, zo wordt het genoemd. Hè? Als cast en orkest allemaal bij elkaar gaan komen. Hoe heet dat? Zitsprobe. Oké. Okay. Ja, dat is voor de cast is dat ook altijd fantastisch. Want dan ben je al 5 weken zeg maar met een piano bezig. En dan in één keer komt dat grote orkest erbij. Nou, met muziek als Les Miserables is dat helemaal imponerend. Maar goed, dat duurt nog heel eventjes voordat dat allemaal bij jullie van start gaat. Officieel dat mensen ook mee kunnen gaan kijken. Eerst maar eens even de komende dagen. Eerst de komende dagen, mocht je toch nog iets willen zien van wat ze gisteren gedaan hebben. Als je naar onze social media gaat, @kunstlinie, kun je in de highlights van Les Miserables kun je een heel klein stukje aan het eind van de dag horen. Het tweede grote nummer in de voorstelling. Nou, meerstemmig. Goed, dan de komende dagen. Wat is er te zien bij jullie in Kunstlinie? De komende dagen hebben we 4 hele mooie voorstellingen. We beginnen donderdag met Jawad Soefi. Mm-hmm. Die via zijn alter ego Sloegie. Iets veel over zijn opvoeding, hoe hij groot is gebracht in Rotterdam. Het is helaas wel al uitverkocht. Maar goed, de komende dagen komen misschien nog een paar kaartjes vrij. Dus hou het in de gaten. Maar zeker een voorstelling en een jongen die je in de gaten wil houden de komende jaren. Komende vrijdag hebben we Theater Utrecht samen met Docs. Met voorstelling Quake. En het is eigenlijk een muzikale dansvoorstelling. Wat gaat over hoe wat onze voorouders heeft gedaan, onze voorgeschiedenis, vandaag nog steeds kan voortleven in ons als mens. Hmm. Ik denk dat dat wel een indrukwekkende voorstelling gaat worden. Ja, iets om over na te denken ook. Ja. Mm-hmm. Erik, of het kleine insectenboek. Nou, ik denk, wie kent het natuurlijk nog niet? Het boek van Godfried Bomans. En het is gewoon weer live op toneel. En een heel mooi kleurrijk decor met allemaal muzikale nummers tussendoor. Ik denk dat het voor jong en oud alweer een feest der herkenning is. Gewoon heel leuk. Een lekkere zaterdagavondje weg met de kids. Ja, een zaterdagavondje, hè? 8+. Het is niet voor 8+ voor 's middags 4 uur, zeg maar. Het is best wel laat, hè? Voor 8+, of niet? Nou, 7 uur. Lekker een voorstelling. Je bent op tijd weer thuis voor Wie is de Mol. Dus voor iedereen is dat een win-win dan. En het is van alle tijden. Het is ook van mijn tijd nog en jouw tijd. Herinnering zal het zijn. Jeugdsentiment. En zelfs de kids van tegenwoordig kunnen daar weer van genieten. Ja. Leuk. Dus kunnen meerdere generaties erheen gaan. Ja. Zaterdag hebben jullie ook nog een andere voorstelling staan? Ja, dat is de laatste voorstelling van deze week. Dat is Abdelkader Benali, moeder en zoon. Stond al vorige maand al geprogrammeerd. Maar is helaas verschoven naar deze maand. Of misschien wel gelukkig, want dan kun je nog kaarten boeken. En Abdelkader vertelt over de reis die hij met zijn moeder heeft gemaakt naar een museum in een ver land. Waar een schilderij van Rembrandt hangt, die hij heel graag wil zien. En terwijl hij dit mooie verhaal vertelt, is hij ondertussen live aan het koken. Maakt hij een Marokkaanse stoofschotel. Dus dat moet niet alleen een fantastisch verhaal zijn voor de oren, maar ook heerlijk ruiken die zaal. En dan de hele zaal mag dan ook mee eten? Ja, ik hoop het wel. Dus ja. Ik ga zelf ook al even kijken. In ieder geval kleine hapjes. Ik bedoel, dat lijkt me wel. Ja. Als het zo lekker ruikt. Maakt, toch? Ja, op toneel, je ruikt het. Dan moet er iets mee gegeten worden. Laten we het hopen. Oké, goed zo. Het hele programma van jullie staat ook op de website kunstlinie.nl. Ruben Karsten, tot volgende week.